Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik eigenlijk een antwoord wil geven op een van de vragen die mij onlangs gesteld werd. Namelijk van hoe kan ik als geheel de vrouwelijke energie mij meer nog ontvankelijker gaan opstellen en tegelijkertijd ook mijn mannelijke energie gaan versterken. Want hoe kan je die twee gaan integreren en kan je dat eigenlijk wel? Kan je een geheelde mannelijke energie samen volledig ontwikkelen met een volledig geheelde vrouwelijke energie? Ja, en dat is eigenlijk net ook de bedoeling dat we dat gaan doen, want dat is het punt waarop we eigenlijk tot eenheid in onszelf komen, waarin we geleerd hebben om beide energieën eigenlijk naast elkaar te gaan gebruiken. Nu, het is zo, en heel veel ideeën over de vrouwelijke energie, wanneer dat zij zich gaat gaan ontvankelijk gaan opstaan. Dus in die onderdanige rol, in de zin van ik ga achterover gaan leunen. En in de ontvangende rol gaan zitten. Dat er eigenlijk een soort van negatieve bijklank gekregen heeft. Waarom? Omdat eigenlijk veel te lang dat gebeurd is, waarin dat die vrouwelijke energie werd onderdrukt. En dus eigenlijk achterover ging of aan de kant ging gaan zitten of genegeerd werd, maar dat kwam dus voort vanuit die vervormde vrouwelijke en mannelijke energieën, waarin dat mannelijke energie vanuit controle en vanuit ik wil hier de leiding gaan nemen. En dus het punt waarop dat je komt wanneer dat je eigenlijk een eenheid bent in jezelf, heeft eigenlijk te maken wanneer dat je geleerd hebt om beide energieën eigenlijk als gelijkwaardige partners te gaan gebruiken. Maar, en dat is het thema waar ik eigenlijk zelf afgelopen weken nog dieper ben ingegaan, in mijn eigen groei, om te leren dat wanneer dat de dingen, de resultaten er nog niet zijn zoals dat je zou verwachten, dus vanuit controle, vanuit je mind, dat dat niet betekent dat je net meer moet gaan actie ondernemen. Dus niet meer net dingen gaan doen, meer reclame gaan maken, meer posts gaan maken, wat dan ook. Nee. Eigenlijk op dat moment is het belangrijk om in de ontvangende rol te gaan zitten. Natuurlijk op voorwaarde dat je reeds genoeg zaadjes geplant hebt in functie van jouw manifestatie of jouw hetgeen wat je wilt aantrekken. En dat is hetgeen we dat eigenlijk vandaag, dat ik dacht van oké, hoe kan ik dat nu op een zo efficiënte mogelijke manier de juiste boodschappen aan overbrengen? Omdat deze vraag is eigenlijk heel algemeen. Ik kan dat heel algemeen beantwoorden, net zoals ik net gedaan heb. Maar tegelijkertijd is het ook heel persoonlijk. Waarom? Omdat het ook te maken heeft met de overtuigingen waar je zelf nog in zit. Overtuigingen, de ideeën die je hebt rond vrouwelijke energie, rond mannelijke energie. Wat betekent het om als een geheelde vrouwelijke energie in het leven te staan? Omgekeerd, hoe kan ik vanuit mijn mannelijke, geheelde mannelijke energie mijn leven gaan vormgeven, een business neerzetten of wat dan ook, gewoon je dagelijks leven vormgeven. En zeker als tweelingvlammen of in diepe zielsconnecties, hoe speelt die dynamiek zich dan uit ook in jouw connectie? En ook daaruit zal je zien wanneer jij die eenheid in jezelf bereikt hebt, dat eigenlijk jouw spiegelziel, ik ga het zo noemen, dat hij of zij dat ook gaat weerspiegelen door zelf die stukken in zichzelf te gaan healen. Hoe dat zich dan uit, dat zal ook dan weer anders zijn. Dus laten we zien wat dat de boodschappen zijn naar aanleiding van dit thema. Dus ik heb al een aantal stukken gegeven natuurlijk. Wow, dat zijn zo kleine kaartjes. Ik voel me nu super onhandig. Dus wat? Het is wat het is. Dan doen we het op de... Zoals aan mijn kinderen de kaarten schudden. Is dat weer een mooi voorbeeld van hoe dat je vanuit de vrouwelijke energie gewoon alles vrij kan laten ontstaan. En dat je niet hoeft te controleren wat op een of andere manier hoeft te gebeuren. Hoe gaan we het doen? We gaan kijken voor de vrouwelijke energie, de mannelijke energie. En dan van daaruit laat ik mij wel leiden naar wat dat we verder krijgen. Wat is de boodschap voor de vrouwelijke energie? Licking your wounds. Ja, ik dacht van, het is wel heel fijn, speciaal lettertype. Licking your wounds. Oké, dat is de vrouwelijke energie. Zien dat jullie het kunnen zien. Licking your wounds. Wat hebben we nog? Emotional anguish. Ja, en hetgeen dat ik ook hoor, maar ik ga nog eerst één kaart trekken. Ja.
strings attached and walking away. Ja. Dus dat is hetgeen wat eigenlijk de vrouwelijke energie te doen heeft om uiteindelijk te komen om zich meer ontvankelijker op te staan. Eigenlijk mag ik het zo niet noemen, maar eigenlijk om meer vanuit de geheelde, de 100% geheelde energie in het leven te staan. Waarom ben je dat nog niet? Omdat je eigenlijk nog te vaak terugkomt op je wonden. Op de dingen waar je lastig vindt, op de dingen waar je ervaren hebt in de connectie met je eigen mannelijke energie, andere mannelijke energieën, ook zelfs gewoon ten aanzien van andere vrouwelijke energieën. Denk dan maar aan bijvoorbeeld vrouwen die van die posts maken, die echt een lichaam gebruiken als seksuele tool om mannen te trappen, om mannen te vangen. Je voelt gewoon en hun energie dat voortkomt vanuit die vervormde vrouwelijke energie. En dus daar rond is het belangrijk voor jezelf om te gaan voelen van wat maakt dat ik niet volledig vertrouwen kan hebben in de kracht van die geheelde vrouwelijke energie. Dat het net teken is, een bewijs is van waar leiderschap om nog dieper daarop te gaan vertrouwen. En dus heeft die Nine of Swords kaart er ook wel mee te maken. Dat eigenlijk die afbeeldingen zeggen het ook wel. Omdat we eigenlijk verkeerd de emoties geïnterpreteerd hebben en altijd het nog veel te vaak vanuit de mannelijke energie hebben aangevlogen, aan proberen te gaan verklaren en gaan uit te leggen, is het nu belangrijk dat we dat op een andere manier gaan doen. Daarom krijgen we ook de duivelkaart met strings attached. Dus je bent eigenlijk nog veel te veel verbonden, wanneer je dan niet in de volledige geheelde vrouwelijke energie zit, aan hoe dat je denkt over situaties. Hoe dat je denkt over wat betekent het om een geheelde vrouwelijke energie te zijn. En dus is het belangrijk dat je volledig uit die wonden en uit dat slachtofferschap stapt. Daarom krijg je ook die Eight of Cups. Die walking away. Ik ga zien wat hebben we nog nodig. Van kaarten. Had ze natuurlijk nog niet uitgehaald. Dat is ook die divine flow, laat maar zeggen. Die feminine flow. Oké, wat kunnen we hier nog meer toevoegen voor die vrouwelijke energie? Om die vrouwelijke energie verder te helen. Waar mogen we nog bewust van zijn? Het stuk ook is, healing vanuit vrouwelijke energie is ook gewoon echt het er laten zijn. Het proces vertrouwen en niet willen ook het van daaruit gaan controleren. En dat is het stuk ook waarin dat we het idee hebben van, niet alleen zoals ik daarnet ook gezegd heb, rond onderdanig zijn. Van, als ik achterover ga zitten, ben ik onderdanig en laat ik de mannelijke energie leiden. Nee. De vrouwelijke energie blijft de leider. Maar wanneer dat gaat over de uitvoering, dan laten we dat leiden door de mannelijke energie. En dan heb ik het zeker niet in eerste instantie over een relatie, want dat is dan weer iets anders. Maar met beide eigenlijk dubbele energie daar werkt. Maar in jezelf gaat het over. Mijn vrouwelijke energie leidt en mijn mannelijke energie gaat dan kijken, oké, welke structuren werken hier het beste? Welke actiestappen mogen ondernomen worden? En dat is dan ook het punt waarop je komt tot die afgestemde actie. Maar dus zolang dat je zegt van, oké, ik ga nu dit ritueel doen om dat stuk los te laten, dan zit je eigenlijk ook weer in die vervormde mannelijke energie, want het is weer vanuit controle dat je een proces iets wil gaan sturen. Het is veel krachtiger om gewoon de intentie te zetten. En net zoals ik ook iedereen die met mij werkt leert van zet de intentie, transformeren, gebruik vanuit je transformatiekracht, dus vanuit je mannelijke energie, zeg van oké, ik ga dat doen. En dan ga je onmiddellijk terug in die ontvangstmodus, waarin dat je gaat gaan verwacht dat eigenlijk alles getransformeerd is en dat je het opnieuw weer naar jou laat komen, omdat je dan weet van oké, als het terug opklopt, als het terugkomt, is er nog een dieper stuk waarvan ik bewust mag gaan worden. En wat krijgen we nog dus als advies nog voor om nog dieper in die geheelde vrouwelijke energie te gaan? Is gamble, taking a risk, luck, playing games, changes are roll with it, random results, win, lose, uncertain outcome, play in the game, potential, fate, what happens next? Ja, en dat is ook het stuk weer waarin ik daarnet eigenlijk ook zei van het vraagt veel om in het onbekende te stappen en om echt die volledige diepe controle los te laten. Nu, ik weet wat dat is en ik heb het zelf ook meermaals gehad. Ik zeg het nu nog op een dieper niveau de laatste maand. Maar ook daar is het belangrijk dat je ook ruimte laat en achterover gaat gaan zitten. Want anders kan het universum niet leven. Anders kun je nooit
Als je voortdurend in actiemodus zit en constant in de gevende modus zit, dan is er gewoon geen ruimte meer, energetisch gezien ook, om dingen vrij te laten ontstaan en vrij naar je toe te laten komen. Dus kijk eens voor jezelf, waar probeer ik nog dingen te controleren? Zelfs, bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Mijn tweelingblad kiest bewust om niet altijd alles te delen over wat er gaande is aan obstakels in zijn leven. Omdat hij weet dat ik zelf ook wel stukken nog zit en zo. Of gewoon dagelijkse uitdagingen met bijvoorbeeld de kinderen die ziek zijn of zo van die dingen. Dus hij probeert mij daarin te ontlasten. Vanuit mijn stuk controle, dan verwachtte ik, of had ik de verwachting dat hij dat wel deed. Omdat dat voor mij een teken was dat hij mij volledig vertrouwde. Terwijl dat eigenlijk volledig zo niet werkt. Op dat moment, het moment dat ik besefte dat het inderdaad nog vanuit een stuk controle was, omdat het dan wist wat er gaande was in zijn leven, volledig, 100%, hè, dan kon ik het ook, de invloed dat het op mijn leven zou hebben, eigenlijk gewoon een stuk gaan sturen. Maar zo werkt het niet. Het vraagt om echt je helemaal kwetsbaar open te stellen, met het grootste risico dat je zo diep mogelijk, als dat je tweelingvlam of tweelingziel mogelijk is, kan gekwetst worden. Maar ook met het risico dat je heel veel kan gaan ontvangen. En wat zien we dan? Kijk, ja. En dat is ook een stuk waar je uiteindelijk, als je dat gaat doen en echt het risico neemt, en zeggen van oké, ik ga kijken wat dat mij brengt, dan ga je gewoon zien dat het ook succesvol is. Dat je stukken gaat kunnen gaan vieren. Hè. Er is ook sprake over verjaardag en huwelijk en dergelijke. Allemaal leuke dingen, vieringen, successen. Maar dat gaat hier voornamelijk ook over die eenheid gewoon in jezelf, tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie. Dus het is superkrachtig om dat echt die alle controle los te laten. En om de vrouwelijke energie nog wat advies mee te geven. Dus ik heb ook een eigen deck gecreëerd. Mannelijke en vrouwelijke energie omarmd. Met de boodschappen van mannelijke en vrouwelijke energie. En dit, ik heb de vrouwelijke eruit gehaald. De mannelijke liggen nog daar. En we gaan kijken wat dat is dat nu in dit moment handig is om te weten voor die vrouwelijke energie. Let op, sommige dingen zijn ook een stukje een mengeling van beiden. Afhankelijk van hoe dat je bekeek natuurlijk, want het is gemakkelijk en het is een stukje artificieel om die dingen apart te gaan zien, maar het is belangrijk om natuurlijk te gaan begrijpen. Wees creatief. En hoe kan je dat gaan doen? Door stil te zijn, door naar binnen te gaan, ga je die verbinding weer maken. Wees gewoon jezelf. Perfectie is een illusie. En heeft ook te maken met die gedachten, dat we daar gezegd hebben. En jezelf zijn, je bent ook jezelf, je bent ook jou met de reden. Dus hoe meer je jezelf durf te zijn vanuit vertrouwen, hoe gemakkelijker je gaat zien dat je realiteit zich ook daar gaat gaan aanpassen en gaat gaan mee resoneren. Luister naar wat je hart vertelt. Ja, dat heeft daar natuurlijk mee te maken. En leg een kaars aan en staar 5 minuten in de vlam. Dat is een hele mooie oefening wanneer dat je merkt dat je nog veel te vaak gaat gaan overdenken of probeert dingen te gaan begrijpen vanuit het mentale. Ja, excuseer, ik ben wat verkouden. Voilà, dat is voor de vrouwelijke energie. En laten we hetzelfde doen voor dan die mannelijke energie. We gaan deze aan de kant leggen. Voilà. En dan gaan we zien wat hetgeen is dat we nu moeten weten om nog op een dieper niveau onze mannelijke energie te gaan helen. Dus onze mannelijke energie te gaan versterken, om naar buiten te komen, om onze waarheid te delen, te spreken, wat dan ook maar is. Wat krijgen we? Een welcome change. Met de 5 of cups. Wat hebben we nog meer nodig? Nee. Play and mind games. Ja, dat was te verwachten. Hangt men met een nieuw perspectief. En nog eentje. Dacht het dat er 2 gingen zijn. Emotional mastery and under the influence of the 3 of cups. Ja, ik ga het zo leggen. Dus wat zien we hier? Om nog dieper de mannelijke energie in onszelf te gaan healen, dan is het belangrijk dat we alle veranderingen die op ons pad komen, dat we daar eigenlijk comfortabel in worden. Er staat hier een verandering die eigenlijk niet zo welkom is.
Dat lijkt altijd zo wanneer je het in die verandering zit. Dat heb ik ook afgelopen maanden weer ervaren, vooral op vlak van business. Maar het brengt je altijd naar een volgend level. Het brengt je altijd naar een nieuw pad, een nieuw niveau, nieuwe ervaringen. En dus zolang dat je in die spelletjes van je eigen mind en dus van je eigen overtuiging blijft, zolang ga je eigenlijk jezelf vasthouden. En daarom krijgen we dan hier ook de Hanged Man. Dus de Hanged Man, waarom? Omdat er eigenlijk een nieuw perspectief, een nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier van aanpak nodig is. Zijnde, net zoals ik net gezegd heb, het is altijd de vrouwelijke energie die gaat leiden. Waarom? Omdat zij die verbinding met het hogere, met je ziel, met die inspiratie, met wat dan ook, veel gemakkelijker heeft. En dat is hetgeen dat we hier ook zien. De King of Cups is verbonden met zijn vrouwelijke energie. Is verbonden met die emoties. Ze hebben eigenlijk die emoties en die hele emotionele wereld zodanig gemeesterd dat ze weten dat de dingen die gaande zijn in hun omgeving, dus je ziet ook andere influence, en dat gaat niet alleen over vrienden, maar dat gaat over maatschappij, dat gaat over overtuiging, dat gaat over gewoonten. Dat gaat over hoe dat je met emoties omgaat, hoe dat mannen, zeker mannen, of mannelijke energie in mannen, lichamen, om het zo te zeggen, hoe dat die macho-wereld en die macho-cultuur en dat ego veel meer kracht gekregen heeft. En eigenlijk de emotionele kant, de intuïtieve, de vrouwelijke kant, eigenlijk volledig aan de kant geschoven werd. Dus dat is de grootste uitdaging voor de mannelijke energie. Om de kracht te zien van de vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie in zichzelf, maar ook in jezelf dus. Om vanuit die vrouwelijke energie te gaan leiden. En te weten en te voelen wanneer dat actie nodig is. En te weten wanneer dat we natuurlijk achterover mogen gaan zitten en niks moeten doen. Wat is dat we nog meer kunnen zeggen? Wat is het? Oepla. Dan krijgen we er twee. Dan hebben we Empty Nest, Moving On. Dan zie ik ook het schorpioenteken. Dus net is echt ook wel nu deze periode. We zitten eigenlijk aan het einde van een cyclus. Een cyclus waarin dat we, laat ons zeggen, niet meer kunnen gaan functioneren vanuit die puur enkel vervormde mannelijke energie. Zelfs gewoon puur vanuit de gehele mannelijke energie is onmogelijk om te functioneren. Omdat je die wisselwerking en die dualiteit, die wisselwerking is eigenlijk de beste beschrijving. De wisselwerking en de uitwisseling en de co-creatie nodig heeft met de vrouwelijke energie. Ook omgekeerd, de vrouwelijke energie kan niet alleen maar bestaan zonder die mannelijke energie. Ja, en dan hebben we hier ook nog Fairy Tale. Je ziet, dat is ook kreeft, heeft ook te maken met emoties. De 7 is ook te maken met verandering, want 3, 7 en 12 zijn de cijfers die verbonden zijn met de creatie van het universum. En dus Fairy Tale, Believe the Impossible, Daydreams, Romantic Ending, Universal Archetypes, Hopeful Magic Unicorns and Rainbows, Aspire, Happily Ever After, Fanciful Stories We Tell. Dus ook daar is weer belangrijk om die verbinding te maken met die emoties. Je ziet ook die maan, dat waterteken, dus dat water komt echt weer naar boven. Maar niet te gaan geloven in de sprookjes. In die zin, wat ik eigenlijk hier ook dat wil zeggen. Niet gaan geloven wat dat gewoon iedereen anders maar zegt, maar gewoon voor jezelf gaan nadenken. Voor jezelf gaan experimenteren, voor jezelf gaan ervaren wat werd er voor mij, wat werd er niet voor mij. En vooral daar heel veel kracht aan geven. Wit, de roze vlam, de roze rode vlam hoor ik, is eigenlijk ook heel goed om nu op dit moment voor jouw mannelijke energie te werken. Dat kan je mannelijke energie in je connectie zijn, dat kan de mannelijke energie in jezelf zijn, dat kan de mannelijke energie zijn in je bedrijf, want ook in jouw bedrijf heb je eigenlijk ook die mannelijke energie. Nu, als je daar meer wilt over leren, dan nodig ik je uit om deel te nemen aan het jaartraject, waar we in januari terug opnieuw van start gaan. Dus je kan je nu al inschrijven op de wachtlijst. Want daar neem ik je mee in alles rond het ondernemen van deze tijd. Dus vanuit de vrouwelijke, leidinggevende energie. Waarin dat de mannelijke energie structuren brengt die echt voor je werken. Wat zijn de boodschappen nog van de mannelijke energie? Volg, oh my god, wat ik net gezegd, strategieën die werken.
Volg enkel de strategieën die werken. Wat hebben we nog nodig voor de mannelijke energie? Om meer in de geheelde versie te stappen. En dat er krachtiger en meer vertrouwen in te hebben is, denk ik vooral. Gewoon doen. Ja, gewoon doen. En aldoende ga je wel voelen wat dat er waard voor jou en wat niet. Neem pen en papier, schrijf je gedachten en gevoelens op. Dus je ziet, hier is een stukje mannelijke, omdat je naar buiten brengt. Maar ook die vrouwelijke. Dus hier maak je de verbinding tussen je mannelijke en je vrouwelijke energie. Als je deze kaarten op dit deck kwijt wil, kan je dat ook via mijn website of de link is hieronder bestellen. Wat hebben we nog? Wat hebben we nog voor de mannelijke energie? Oké. Geld is energie, gebruik het wijs. Ja, dat is ook zo. Net zoals ik net ook gezegd heb. Je onderneming is energie, dus je moet regelmatig reinigen. Geld is ook energie, dus je moet het ook op een goede manier gaan gebruiken. In die zin, schrijf op hoe je voelt over geld. Als geld een persoon zou zijn, hoe zou die persoon eruit zien? Zou dat een liefdevolle Adonis zijn, of zou dat een schurk zijn die jouw mes in de rug steekt? Dus ook daar, wees daar bewust in en ga naar binnen. Maak die verbinding met je vrouwelijke energie om meer helderheid te krijgen ook van wat betekent het om dan vanuit mijn leiderschap, vanuit mijn vrouwelijke energie die leidt, dingen stappen in de wereld te zetten, dingen neer te schrijven, actie te ondernemen, maar die nog steeds afgestemd is met mijn hogere zelf en mijn geheelde energie. Nu dat gezegd zijn, als je meer wil leren over de dynamiek van tweelingvlammen, dan ben ik bezig eigenlijk met het schrijven van een e-book. En sinds vandaag is dat e-book in de pre-sale. Dus als je dat wenst en je wil kans maken op een reading, inclusief healing voor jou en je tweelingvlam, dan kun je eigenlijk nu al jouw ticket of jouw plaatsje reserveren. Via de link hier onderaan in de box. Plus, niet alleen dat krijg je als eerste het e-book in je mailbox. En wat ook nog kan of mogelijk is dat je tot eind november eigenlijk jouw vragen doorstuurt. Zodanig dat ik die mee kan integreren in het e-book. Voilà, dat was het voor vandaag. Ik wens je alvast een hele fantastische dag. En tot in de volgende video. Dag!